Jorbe Verboven, zaterdag is er het Belgisch kampioenschap bij de jeugd. Jij kan de eerste worden in meer dan 10 jaar die in alle categorieën kampioen kan worden. Was je je daar zelf van bewust? Nee, eigenlijk niet. Het is het eerste dat ik er natuurlijk van hoor. Maar als eerste jaar zal het zeker niet simpel worden om deze jaar Belgisch kampioen te worden. Volgend jaar is meer vanzelfsprekend, omdat deze jaar deelnemers valt ook al zeer sterk. Dus ja, ik zal mijn best niet doen, maar ik wil de strijd wel aangaan. Hoe is het om dat voor eigen volk mogelijk te kunnen doen? Geeft dat een extra boost? Ja, zo fantastisch. Natuurlijk voor eigen volk, alle sporters. Het is super plezant. Alle jaren is daar enorme sfeer, denk ik. En het geeft altijd wel iets extra, iets meer. Om ja, dat beetje meer te geven wat je natuurlijk met een BK altijd nodig hebt. Goed voorbereid voor dat Belgisch kampioenschap? Ja, zeker en vast. Ik heb een stage gedaan in Frankrijk samen met mijn coach, Mayo, en de manager, Mario. En mijn fietsen is daar wel wat verbeterd. Ook heb ik een paar zwemweken ingelast voor mijn zwemmen omhoog te krijgen. Omdat dat is meestal het cruciale wat ik nodig heb. Wie verwacht je als de zwaarste tegenstanders zaterdag? Ja, vooral tegenstanders, want Noah Servet doet mee. En ja, dat is een van de grootste, denk ik. Ook Arno Mengal, Dries Matthijssen. Natuurlijk Jarne Verhagen, mijn eigen ploegmaat, maar dat is niet echt concurrentie kunnen we noemen. Omdat ik heb ook even graag dat hij wint. Mij maakt is ook voor mij hetzelfde. Is er een ploegtactiek afgesproken tussen jullie? Er is, ja, mogen we die niet weten? Tactiek. Ja, inderdaad, we mogen niet echt weten. Maar het zal moeilijk voor op voorhand zoiets te kunnen bespreken, omdat het kan altijd mislopen. Je weet ook nooit precies waar het water kan komen. Het zal zeer hectisch worden. En op de fiets zal het enerzijds goed positioneren zijn en afwachten als je naar weg wil rijden. Ze verwachten enorm tropische weersomstandigheden. Is dat iets in jouw voordeel? Wat denk je ervan? Ik heb het heel graag. Vorig jaar ook in Chèvres, op de BK Sprint, was het ook enorm warm. En ik heb daar een heel goede wedstrijd gedaan, vond ik van mezelf. Ik doe dat enorm graag in warme omstandigheden. Normaal gezien, dus we zullen zien. Ja. Oké. Jij bent eerstejaars junior. Je hebt dit jaar al een paar fantastische prestaties neergezet. Waar wil jij naartoe? Goh, ja, dat is een moeilijke vraag. Ik hoop dat ik volgend jaar natuurlijk wat meer Europees mee ga meedoen. Maar dat zien we volgend jaar nog wel. En natuurlijk altijd richten op de kampioenschappen. Het zou mooi zijn dat ik ook bij de junioren zou nog wel eens kampioen worden. Voilà, heel veel succes. We wensen jou dat toe. En vierde categorie om kampioen te worden. Dank wel.